aflevering heeft u kunnen zien hoe een grafmonument wordt ontworpen en geplaatst. In deze aflevering laten we zien hoe oude graven worden onderhouden door vrijwilligers en wat je kan doen om een graf mooi te maken in de tijd tussen de begrafenis en het plaatsen van het grafmonument. En op begraafplaats Kranenburg in Zwolle laat Eddy Linkbeek van Fadé zien hoe je in een handomdraai een tijdelijk grafmonument kan plaatsen op een graf. Fadé tijdelijk grafmonument is een monument die direct na de terradenbestelling kan worden gelegd. De periode die wij gewend zijn, dat er de eerste 3 maanden tot 3/4 jaar niets op het graf ligt. En dat je dus bij je dierbare aankomt en je ziet niet meer dan een bultje grond. Dat is eigenlijk met Fadé is dat verleden. Want Fadé kunnen we direct na de terradenbestelling, kan die worden gelegd. Ik ben ertoe gekomen, eigenlijk uit ergernis. Ook ik kwam in deze situatie dat ik op een gegeven moment dacht van, jemenee, wat ziet dat eruit? Nu, wij onze Fadé telegraafmonumenten verkopen aan de uitvaartondernemers, verzekeringsmaatschappijen en steenhouwers. En de consument of de nabestaanden deze Fadé telegraafmonumenten kunnen huren van de uitvaartondernemers, steenhouwers of verzekeringsmaatschappijen, is eigenlijk dat uit de boze. Dus men komt eigenlijk vanaf nu direct bij een keurig net verzorgd graf. Vader, je telegraafmonument die leg je ook tussen de, nou gemiddeld leg je een 15 tot 20 minuten, heb je daar een compleet mooi verzorgd graf. Het voordeel van een Fadé telegraafmonument is dat men direct van begin af aan een verzorgd graf heeft. Maar de nabestaanden kunnen hem ook zelf maken zoals ze zelf graag willen. Bijvoorbeeld iemand die was altijd gek op lavendel en op rozen. Dan zei je oké, prima, ik poot er lavendel en rozen in. Zodat men dus toch een heleboel emotie er zelf in kan verwerken. En dat is natuurlijk ook voor de nabestaanden van groot belang. Het grote voordeel voor een ondernemer die in bezit is van een tijdelijk Fadé grafmonument is het ook zo dat hij eigenlijk een extra service kan bieden. Hij heeft iets wat misschien zijn collega nog niet heeft. Dus een extra service, extra klantenbinding. Wij verkopen deze Fadé telegraafmonumenten verkopen wij aan de uitvaartondernemers, verzekeringsmaatschappijen, steenhouwers, ook begraafplaatsbeheerders. En die verhuren dat vervolgens weer aan de nabestaanden. Dus die leggen hem ook. Een particulier kan ons zeker benaderen. Bezoek onze site www.fadé.nl. En wij verwijzen u zeker door naar een ondernemer bij u in de buurt. In Nederland zijn tientallen oude begraafplaatsen. En om te zorgen dat ook die oude graven onderhouden worden, is de stichting Terebint in het leven geroepen. Samen met een groep vrijwilligers zorgen ze ervoor dat al die graven niet vervallen raken. Terebint is een vereniging die zich inzet voor de zorg om dood en rustplaats. Wij maken ons druk eigenlijk om een instandhouding van vooral historische begraafplaatsen. In het verleden werd er heel ruw mee omgegaan, werden graven geruimd en ja,
vervallen, sluiten die begraafplaats. En daar hebben wij ons tegen verzet, want begraafplaatsen zijn eigenlijk steenarchieven. Ze vertellen veel over de bevolking. Men ziet verschillende stijlen op die steen. We hebben bijzondere teksten, soms heel mooi handwerk. Dus daar maken wij ons hebben we ons zorgen over, daar maken we ons druk over. En wat doen wij meer? Wij organiseren onder andere, zoals vandaag, een restauratiedag. Er komen mensen uit het hele land, krijgen ze les in het kleine restauraties aan begraafplaatsen. Omdat ook in hun buurt of hun streek of in hun dorp, dat ze mensen dat ook over kunnen brengen. Dat is vandaag. Verder organiseren we excursies. We hebben één keer per jaar een buitenlandse excursie en we gaan door het hele land maken we excursies naar begraafplaatsen. Ja, we geven natuurlijk ook wel eens dat wij begraafplaatsen inventariseren. Dan vragen ze gewoon mensen, ga ze inventariseren. Dan kijken wij wie ligt er begraven. We kijken naar het monument, we kijken naar het groen, want dat is wel leuk. We hebben alle disciplines in onze vereniging. Er zijn groenmannen, zijn steenhouwers, zijn ondernemers zijn erin. Mensen met Griekse en Latijnse geschiedenis die Latijnse teksten mooi kunnen vertalen. Heraldiek hebben wij, mensen die al die van die wapens op de graaf kunnen vertellen. Dus dat is wel leuk, we zijn heel, heel veelzijdig. We zijn in Tiel op de begraafplaats ter navolging, een begraafplaats uit 1786 en we houden vandaag een restauratiedag. Terrebinders uit het hele land die komen hierheen om eigenlijk kennis op te doen hoe we restaureren. We gaan hier dus kleine restauratiewerken die we ook in de begraafplaats in de buurt kunnen doen. Dus dat heet het zwarte net, letter zwarte. Het stellen, de stenen die heel erg voorover staan, weer recht te zetten. Kijk, een klein beetje scheef is mooi, dat geeft de sfeer, maar stenen kunnen zo staan een keer dat ze vallen kunnen. Dus dat gaan we doen. En gebroken elementen aan de stenen, dat we die lijmen. Dus daar krijgen ze dus nu les in. En dat gaat met veel plezier gaan we doen. En we doen ook even wat groen onderhoud, krijgen ook de instructies voor. En we hebben dus de deskundige hier ook bijlopen. Als ik hem nou op de zilk zou doen, dan zou hij gaan spetteren, dus dat doe ik niet. Ik veeg hem even uit. Ziet u? Ik verdeel mijn verf. Ik wilde graag leren hoe ik moest de belettering, hoe ik dat zwart moest maken. En dit is dus verheven. Ik wilde weten hoe ik dat precies moest doen. En daar heb ik ook geleerd dat ik het eerst schoon moest maken. En daarna moest het even schuren. En daarna dus met een sponsje. En ik heb net ook geleerd dat ik dat met een marmeren steentje of met een kurkje en dan met een stukje katoen en dan in de verf. Ja, ik ben er heel erg blij mee dat ik het geleerd heb. Gaan we heel voorzichtig aan. Gaan we hierheen. Het is ontzettend moeilijk. Dat ding ligt in drieën. Het is hardsteen. Dat weegt 2,7 ton per kuub. Dus zo'n hele zerk komt op ongeveer 800-900 kilo. Hij ligt nu in drieën. We funderen hem eerst, dan leggen we die stukken weer terug met de kraan. Want anders is het onmogelijk. En je beschadigt dingen. Dus met deze banden beschadig je helemaal niks. Dus dit is onze methode. Maar iedere steenhouwer zal het op deze manier doen vandaag. Vroeger ging alles met de hand. Maar nu is het ook handwerk. Alleen we worden geholpen door zo'n kraan. Ja, de emotie, hè? De mensen die graag op begraafplaats wandelen, die zeggen, ja, wat een gekke hobby heb ik toch. En dan blijkt in Nederland veel meer mensen zijn die het wandelen op begraafplaatsen leuk vinden. En vooral mensen in het buitenland zijn, gaan ze absoluut naar een begraafplaats kijken. Nou ja, en er is natuurlijk heel veel te zien op begraafplaatsen. Ik bedoel, natuur, cultuur, verschillende stijlen in de stenen zien. Planten staan vaak heel aparte, bomen staan hier, vaak een paar eeuwen oud soms. Ja, dat maakt, en de rust die er heerst, mensen vinden dat heerlijk om daar te lopen en te mijmeren. Nou ja, zo zijn we eigenlijk een beetje ontstaan. En natuurlijk ook, jongens, dit moeten we in stand houden, ook voor onze generatie na ons. Om dit toch cultuurgoed te bewaren.